Wat komt er nou na als je klaar bent? Mm -hmm. Hoe kan dat mooi aansluiten op het geheel? Hoe kan je steeds eigenlijk voorlopen op het, uh, op het vak? Want dan ben je goed bezig. Het maakt het vak ook leuker, denk ik, als je, ja. het, als je het constant ontwikkelt. En, uh, en... Ja, klaar ben je nooit. Hallo, uh, ik zit hier uh, in Woerden. Uh, er is op het moment nog steeds uh, coronamaatregelen in, in het land. En uh, bij mij zitten hier aan tafel. Uh, Michel, voorzitter van de NVLF. En uh, Zaken, de voorzitter van de LOOL. Dan moet ik zeggen, het Landelijk Overleg, Opleidingen Logopedie. Ja, klopt. Goed zo. Hoe lang ben je dat al? Uh, sinds september dit jaar. Dus dat is redelijk kort. Heel kort. Ja. En waarom ben je dat geworden? Uh, met een, met een, een soort van, van verkiezing. Ik heb yeah. me aangemeld en uh, uiteindelijk heeft het uh, Overleg mij gekozen. Ja, leuk ja zeker leuk ja. anders doe ik het niet nee ja, ja dat uh... ja, of we zijn natuurlijk ja, ja precies wat, uh... ja, en uh, jij bent al hoe lang ben eigenlijk voorzitter van de NVLF? Ik ben zelfs net herbenoemd. Ik heb mijn eerste vier jaar erop en okay. ben nu uh, bezig met mijn uh, tweede vier jaar. Ja en ja, het is ontzettend een leuke tent. Uh, als ik zie wat we allemaal in de afgelopen vier jaar hebben veranderd eraan, ja. dan kijk ik echt met een, uh, met een blij hart terug en ook weer met een blij hart vooruit, want er is nog veel te doen. Nou goed zo. En uh, wa waarom uh, mag ik jullie vandaag uh, bevragen met z'n tweetjes? Nou, nou, vertel eens. In, in, ieder, geval, in <laughs> ieder geval omdat we in, uh, in, uh, ja, sinds eigenlijk een jaar of twee, drie al steeds na, nader tot elkaar gekomen zijn, mm -hmm. steeds uh, nauwer met elkaar samenwerken. En we hadden beide wel eigenlijk eens een keer de behoefte om dat uit te spreken, om dat ook uh, onze collega's in het veld uh, uit te leggen, toe te lichten. En ja, eigenlijk ook wel in de tijden van corona is het best wel goed om, om eens even met elkaar uh, de koppen bij elkaar te steken. En het uh, veld te laten weten wat is er eigenlijk gebeurd en hoe reageren we daar, uh, daarop uh, als opleidingen, maar ook als als bedroker. Ook als vereniging. Ja. 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 Dus daar hadden we beide behoefte aan. Dus, uh, en dan kan je een nieuwsbrief uh, intypen en die, uh, die plaatsen op de website. Maar we dachten misschien is dit, uh, ondanks dat we anderhalf meter afstand moeten houden, ja. is dit wel een wat... Uh, een speelsere manier ja. om. Uh, om uh, ja. Anderhalve meter, maar dichterbij dan ooit. Zo is dat. <laughs> ja. Nou, dat is heel mooi gezegd. Ja. Het, ja. Uh, het, uh, het klinkt als een prille liefdesgeschiedenis. <laughs> prille liefdesgeschiedenis. Ja. Liefde in corona tijd, Ja, in mooi. tijden van corona. Ja. Ja. En, en waar, waar vinden jullie elkaar dan? Nou, kijk, aan, aan, uh, wat de hogescholen doen, die, die leiden onze logopedisten op. En uh, als die een mooi diploma hebben, dan gaan ze vol goede moed de arbeidsmarkt op. Mm -hmm. En dan uh, komen ze in ons blikveld, uh, namelijk uh, van de beroepsvereniging. En wat eigenlijk heel belangrijk is bij, bij opleiden, is ook dat je weer feedback krijgt van wat gebeurt er nou in, in het beroep zelf. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld nu hebben we veel vacatures, dus is het heel belangrijk dat, uh, dat de hogeschool voldoende nieuwe, nieuwe mensen krijgt. Mm -hmm. En daardoor proberen we ook campagnes te voeren, hoe leuk het vak werkt niet is. En als je dan de handen in elkaar slaat, ja, dan, dan ben je een stuk efficiënter bezig. Ja. Bijvoorbeeld, we hebben als NVLF hebben we nu duizend gratis studentleden om ze alvast te laten kennismaken met uh, wat gebeurt er nou in dat beroep en wat is nou precies een beroepsvereniging. Ja. En sinds kort hebben we ook uh, sinds 1 januari van dit jaar zit er een. Uh, Studentlid zit bij het verenigingsbestuur. En dat geeft zoveel extra dynamiek. Ja. Dat is een, uh, een jonge, enthousiaste vrouw in, haar, in, in de eindfase van haar opleiding. En die geeft zoveel waardevolle tips aan ons. Ja. Want, uh, want ja, als je niet continu vernieuwt, ja, dan, dan loop je steeds achter de feiten aan. Ja. Het, vak, het vak is constant in vernieuwing. Dat, dat blijkt waarschijnlijk ook in de opleiding. Kan ja, om voorstellen dat daar ook steeds nieuwe. Ja, en dat gaat ook steeds sneller. Techniek gaat bijvoorbeeld steeds sneller, mm -hmm. technologische ontwikkelingen. En ja, dat moeten wij natuurlijk in het, in het uh, opleidingsprofiel meenemen. Ja. En dat heeft ons eigenlijk ook wel tot elkaar gebracht uh, in het verleden. Dan had de, de beroepsvereniging een, een beroepsprofiel, waar moet het beroep aan voldoen? Mm -hmm. En daar schreven wij dan een opleidingsprofiel uh, op. Mm -hmm. En we hebben gewoon eigenlijk ja heel, heel natuurlijk, een, ja. een, een, een driekwart jaar, jaar geleden, toen was het beroepsprofiel weer aan vernieuwing. Toen. toen zeiden we, ja, maar waarom schrijven we dat eigenlijk niet samen? Dat is een veel symbiotischer product komt daaruit. En dan hou je al rekening met elkaars uh, wensen en eisen ja. aan de voorkant en niet uh, hè, uh, aan, nee, aan, 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 aan de achterkant. Dus uh, ja. maar ook een voorbeeld van hoe wij weer uh, ja, naden naar elkaar uh, zijn. Nee, je zou uh, bijna ja. zeggen dat het gek is om het niet te doen. Ja, maar ja. Precies, nou, maar het is jarenlang zo, zo gebeurd. Ja. En, 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 en toen zei we op een gegeven moment... joh, dat is compleet onhandig. Want je hebt elkaar juist zo hard nodig... om echt de juiste mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt. En ja. omgekeerd ook te zorgen dat de nieuwste inzichten van, van onderwijs... Ja. ook weer in dat programma komen. Dus dan, dan kan je elkaar ook helpen. Mm -hmm. Want ook uh, het leven lang leren is natuurlijk bij de logopedie... Uh, net zoals bij alle andere vakken. Dus ook het posthbo willen we ook goed in de verf zetten. Dat ja. we dus ook steeds zorgen met dat beroepsprofiel en met dat opleidingsprofiel, dat we ook weer gaan zorgen, wat komt er nou na als je klaar bent? Mm -hmm. Hoe kan dat mooi aansluiten op het geheel? Hoe kan je steeds eigenlijk voorlopen op het, uh, op het vak? Want dan ben je goed bezig. Ja. Het maakt het vak ook leuker, denk ik, als je, ja. het, als je het constant ontwikkelt en, uh, en goed hebt. Ja, klaar ben je nooit. Nee. nee. En wat, wat, wat voor soort dingen doen jullie dan samen, concreet? Dus je hebt die, die profielen uitschrijft. Nou, we nog meer we hebben tijdens onze uh, uh, afstemmomenten. Ja, de, nu, nu doen we dat wat meer dig, uh, digitaal natuurlijk. Maar ja. normaal hebben we een, een, een drie viertal momenten per jaar dat we bijeenkomen alle, alle opleidingen. Logopedie over het land. En eigenlijk zit er altijd een stoel uh, paraat voor, voor de NVLF, die komt ja. daarbij. Dan maken we ook de, de agenda gemeenschappelijk mm -hmm. zo van, wat speelt er bij Precies. jullie, wat speelt er bij ons, wat pakken wij op, wat pakken, uh, pakken jullie op. Ja. En zo hebben we nu een aantal werkgroepen voor ogen om uh, te installeren op het gebied van zorg en technologie, op het gebied van, van internationalisering, op het gebied van nou ja, uh, ontwikkeling van het beroep. Want ja. daar zijn ook best wel veel ontwikkelingen in, uh, in, in, in te zien. Dus dat, dat, ja, en in die werkgroepen stoppen we mensen van de NVLF en mensen vanuit de opleidingen. En die maken samen ja. beleid. En uh, dat gaan we ook samen uitvoeren. En dat willen we niet uh, te stroperig doen. Dus daar moet lekker wat tempo in zitten. Ja. Um, waarbij we natuurlijk in de, deze periode wel merken dat het wat moeizamer gaat. Maar daar heb je het over corona. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, je, 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 binnen de opleidingen hebben we wel een uh, enorme stap moeten maken om dat online onderwijs uh, van het een op het andere moment neer te zetten. Ja. Met behoud van kwaliteit. Want uh, de opdracht was heel simpel: geen vertraging met behoud van kwaliteit. Ja. Nou, daar, daar, daar kan ik wel van zeggen, daar zijn we alle opleidingen prima in, uh, mm -hmm. in, in geslaagd. Uh, we hebben net ook een, een visitatie achter de rug waarin we uh, nou ja, alle opleidingen gevisiteerd zijn uh, ja. vanuit de landelijke uh, visitaties. En uh, yeah, wat we daarin toch bereikt hebben, is dat we al die studenten die moeite hadden om. Hun onderwijs te volgen, maar ook om hun stages bijvoorbeeld uh, te, te mm -hmm. volmaken. om dan toch die, uh, ja, die studenten zo ver naar het eindpunt uh, te krijgen zonder uh, verlies van kwaliteit. Want ja. Ja, wij worden gewoon enorm uh, uh, ja, op, de, op de nek gezeten, op de huid gezeten. Ja. dat wij gewoon geen diploma's mogen afgeven zonder dat een, 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 een afgestudeerde ook echt uh, ja, beginnend beroepsbeoefenaar is. dat hij ja. klaar is voor de ja. praktijk. Het lijkt me in dit vak ook wel handig dat iemand het ook echt kan. Ja, ja. En, dus, dan, en dan moet je heel creatief zijn, want je ja. nou ja. De Die stageplek is nodig. De, de stageplek is in principe nodig. Ja. We kunnen het ook op andere manieren mm -hmm. voor elkaar krijgen, maar de stage is vele malen beter. Ook weer om, omdat je in een stagesituatie zowel de, de student laat leren... maar ook weer het werkveld meeneemt... in de nieuwste uh, ja, uh, kennis en, en vaardigheden... Ja. die weer die student meeneemt. Daar dus, zit ook een twee ja. is Je hebt elkaar gewoon nodig. Ja. En kunnen jullie daar dan nog iets in betekenen als NVLF? Dan ja, kijk, uh, wat wij heel belangrijk vinden... is dat er voldoende stageplekken zijn. Ja. Dus daar... Uh, uh, doen we ook vaak oproepen voor ja. binnen, onze, binnen onze media. En uh, wat ik altijd terughoor hoor van, van studenten in hun laatste jaar... is dat ze juist gevormd worden door die stage. Want ja. in die stage weet je pas wat het echte vak is. Hè? Van, van, van hoe gaat dat nou? Uh, met alles wat erbij komt ook. Hè? En, en wat ik altijd het leukste vind is als ze ook, ook zich, uh, zich oriënteren... zowel op de onderwijskant, op de gezondheidszorgkant... als op de eerste lijn. Mm -hmm. Want dan krijg je een goed overzicht wat het beste bij je past. Past. Ja. dus stages vinden wij heel belangrijk en daarom, daarom geven we ook nu wat enthousiaster en actiever feedback naar, naar de opleidingen over wat de ervaringen zijn mm -hmm. binnen stages. Bijvoorbeeld soms hoor ik wel eens terug van: 'Goh, uh, het niveau uh, mag nog wat beter'. Nou, dan bespreken we dat met, met het HBO. Hoe kunnen we daar nou samen wat mm -hmm. aan doen? Hè? Want het ja. kan zijn dat, dat onze stagebegeleiders de lat veel te hoog leggen. Ja. Hè? Want, want het onderwijzen ja. van iemand is natuurlijk ook weer iets anders dan ja. gewoon patiëntenzorg doen. Ja. Zijn dus vinden we elkaar nu ja. en dat gaat een stuk, ja. stuk soepeler nu, ja. door, 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 doordat we gewoon meer overleg met elkaar Fijn. hebben. Ja. Wat ik wat ik wel grappig vind, ook wat je, wat je net zei, is dat uh, ook degene die de stageplek heeft daar dus ook van leert. Ja, nee, het is echt uh, duidelijk. Ja. Een, ja. Een, het is hier een, snel over het uitwissel. hoofd ja. Ja, 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 ja. En ik ja, wat dat betreft uh, wil ik toch ook een compliment hier, hier geven na het werkveld. Want ondanks alle problemen zijn er erg veel stagebedrijven die toch uh, hun best hebben gedaan om de stages in andere vormen, hè, veel veelal met telelopen die, die in één keer uh, uh, ja, uh, ingevoerd moest worden, uh, allerlei gekkigheden hebben we uitgehaald om toch maar die studenten uh, die die stageuren te kunnen laten maken ja. en dat vind ik echt een uh, ja een, een compliment waard ja. en uh, dat dat wilde ik eigenlijk ook wel even heel duidelijk uh, heel ja. duidelijk maken. We zijn het werkveld wel veel uh, veel verschuldigd. Ja. Maar, ja, we, we, we blijven, maar we blijven natuurlijk wel vragen. Want we maken ons nu wat zorgen over ja. tegen, tegenvallende aantallen. Mm -hmm. uh, van uh, beschikbare stageplekken. En ja, dan kom je in zo'n zo visuele cirkel. Waar we, niet uit, uh, waar we niet in terecht willen komen. Nee. Waarin uh, we eigenlijk uh, vacature-overschot hebben. Uh, ma maar uh, ja, het afstuderen in, in gevaar zien komen. Mm. omdat die stages wel nodig zijn. om het niveau weer te behalen. om het diploma te mogen geven. Mm. Dus uh, ja, we hebben elkaar wat dat betreft wel nodig. Te veel vacatures, te weinig logopedistes. Eigenlijk is dat wel een hele simpele ja. Uh, ja. constatering. Ja. En uh, hoe, hoe zit het. Uh, misschien weet jij daar meer van, Michel. het, het imago van de logopedist? Wat, uh... Nou ja, kijk, wat het wat, wat, wat interessante is. logopedie is een fantastisch vak. Mm -hmm. Maar. Wat je in iedere vereniging hebt, uh, je hebt kritische leden en wat minder mm -hmm. kritische leden. En dus dat is een eigenschap van als je kritisch bent, dan ja. wil je jezelf graag laten horen. Ja. En soms merken we wel eens dat dat een beetje een, een schaduw trekt over de lol van het vak. Ja. En waar we het ook als HBO-instellingen en, en NVLF ook met elkaar over hebben. Hoe kunnen we nou zorgen mm -hmm. dat ook dat positieve geluid wat, wat meer, uh, wat meer uh, podium krijgt? Ja, ik vind het, ik vind het wel. Uh... Interessant dat je daarover begint, want ik ben nu ik ben een jaar of drie uh, regelmatig bij de NVLF te vinden. Veelal ook ook die districtsbijeenkomsten en een jaarcongres en noem maar op. En uh, het viel me op dat bijna iedereen met wie ik heb gepraat gewoon super enthousiast is over het vak. Het zijn ja. echt mensen met heel veel passie voor dat vak. Um, en ik kan me ook voorstellen dat, nou ja, we hebben het uh, laatst nog over de kosten gehad en over de opbrengsten. Het is ook een vak wat niet altijd even goed betaald wordt, uh, waar mensen echt heel veel uh, uren maken... En ook nog heel veel dingen moeten doen en regels en noem maar op. Ik kan me ook voorstellen dat het af en toe een beetje zwaar is. En dat je dan je hart wil luchten. Maar um, ik hoor ook elke keer terug dat er eigenlijk een kleine groep heel kritisch is. Wat op zich. Wat Prima, best mag. is, dat mag ook hoor. Want die houden ons ook scherp. Ja. Hè? Nou, wel wezen. Maar het helpt natuurlijk niet als je het vak gewoon, als je genoeg uh, bezetting wil. En, en ook wil laten zien hoe leuk je vak eigenlijk is. Precies van. Ja. Want, want namelijk, namelijk wat, wat we zien, is met name in de eerste lijn. Dat zijn dus de praktijken waar, waar eigenlijk mensen met, met de eenvoudige problemen komen. Mm -hmm. en, die, uh, ja, en Daar zien we gewoon dat dat, dat minder interessant wordt gevonden door, uh, door mensen die afstuderen. Die gaan dan liever werken, bijvoorbeeld in een instelling. Ja. Terwijl het is zo leuk om die diversiteit in de eerste lijn, midden in een wijk, ja. uh, om daar te werken. Dus daar proberen we ook te zorgen van, jongens, het is hartstikke leuk. Dus daarom zijn we ook als WLF bezig om juist die aspecten van het vak ja. ook nog wat onder in de kijker te spelen. Zodat ja. mensen ook denken, Goh, dat is gewoon hartstikke leuk. Maar maak ik u moet er echt zijn. zorgen dat er te weinig zijn straks? Ja. En want, is dat dan niet goed nieuws omdat het economische model dan een rol gaat spelen, de, 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 weinig aanbod, nee, hogere prijzen. Nee, nee, nee. nee, Want, 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 want op een gegeven moment, als je uh, al een vak kan ook uitsterven, mm -hmm. en en dat willen we toch. Uh, Echt voorkomen, want ja, we hebben zo'n zo grote toegevoegde waarde aan, uh, voor, voor de zorg van, ja. uh, van mensen. Dat is zonde als we op een gegeven moment te veel vacatures zitten, waardoor, waardoor uh, ja, de logopedisten die nog aan het werk zijn, het niet meer kunnen bolwerken. Ja. Dus voor ons is het heel belangrijk dat, dat er voldoende aanbod is. En we zien dat een paar jaar zien we dat al wat teruglopen mm -hmm. en dat willen we niet. Want, ja. want anders hebben we gewoon te weinig mensen. Ja. Ook omdat de modellen die we hebben, gaan, gaan allemaal uit van, van een bepaalde werkinzet. We zien dat dat heel verschillend is. Sommige mensen werken twee dagen, andere één dag, mm -hmm. volgende drie dagen. Ja. En, maar we gaan allemaal uit van fulltimers hebben we nodig. Ja, maar ja. veel logopedisten werken nu helemaal niet, niet fulltime. Ja. Dus dat zijn ook lastige dingen. Bovendien staan we net als andere zorgsoorten aan de vooravond van een grote uitstroom. Want ja. een hele, heleboel mensen, ja, die zijn gewoon aan hun pensioen toe. Ja. En zonde als die mooie, mooie draaiende praktijken niet kunnen worden overgenomen door jonge, jonge enthousiaste logopedisten. Ja, dus, anders nee, een je, je kan het <laughs> probleem nog, nog een, een stuk scherper maken. Ja. Uh, zeker in de, in de randgebieden van Nederland, dus neem Limburg uh, uh, en zeker Groningen, de drie noordelijke provincies. Ja. Daarin zie je nu ook krimp ontstaan. Of nou, ja, eigenlijk. Is die krimp al een aantal jaren, is dat dan aan de gang? Mm -hmm. en dat, dat gaat dan eerst via de basisscholen en ja. nu via het middelbaar onderwijs. Maar ja, het hoger onderwijs is binnenkort aan de beurt. En wij ja. proberen nu al vooruit te kijken van, ja, wat gaat dat uh, betekenen? Nou, dat betekent twee dingen. Minder aanbod van studenten mm -hmm. en grotere concurrentie tussen de verschillende opleidingen en tussen de verschillende hogescholen. Dus ja... Een, ja. Wij maken ons daar, daar zorgen over en het gaat niet alleen om, uh, om, om het beroep wat verdwijnt, ja. maar je hebt eigenlijk ook gewoon een maatschappelijke opdracht. Je hebt zorg te verlenen ja. en als je dat op een gegeven moment niet meer kan, omdat ja. er te weinig mensen uh, uh, ja, dat beroep uitoefenen, hebben we met z'n allen een probleem en ja. dat proberen we wel te voorkomen. Ja, dat is een somber, sombere vooruitblik, dat willen we niet. Dus Jullie oproep is ook echt, jongens, spreek je nou eens positief uit. Als je het vak leuk vindt, laat het ook een andere weten. Ja, Precies. Je mag van ons verwachten dat we het, het vak uitdragen. Nou, dat, dat doen we als beroepsvereniging en als, als uh, uh, landelijk overleg van de, van de opleidingen. Ja, zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Ja, en de maar de beroepsbovenaren zelf hebben daar eigenlijk, vind ik, ook wel een, een, een taak uh, ja. te, te verrichten. En dat is, uh, ja, enthousiasmeer mensen, uh, zorg dat ze je beroep leuk gaan vinden... Ja. Um, uh, stuur ze langs op open dagen wij ontvangen ze uh, graag ja. en, uh, en, en maken ze wegwijs in, uh, in de wereld die logopedie ja. Ja, heet ja. Ja, mooi vak het is, het is een prachtig vak ja. En, ja. En, dat, en dat willen we ook steeds graag onderschrijven dus ook bijvoorbeeld in contacten die ik heb met verzekeraars dan zeg ik ook van ja je moet wel zorgen dat je je zorgplicht kan blijven voldoen want straks kan je je zorgplicht nee. niet meer voldoen en dan, en dan zijn de rapen gaar ja dus we willen ook juist juist het mooie van, van het vak en ook de diversiteit die we als vak kunnen aanbieden, willen we ook heel natuurlijk in de verf zetten de hele tijd. Ja, ja. ja je bent natuurlijk ook aan het concurreren met andere paramedische beroepen. Zeker. Ja. Nee? Zeker. Want er is zoveel keuze. En, en ook uh, het ene vak is, is alweer wat verder met technologie, wordt mm. al seksier ervaren. Ja. Terwijl als ik nu zie wat, wat corona, wat, wat zaken ook al aangeeft. In de coronatijd, binnen twee weken waren ze allemaal aan de telelogen ja. Dat is toch een fantastisch resultaat. Ja. Dan zie je ook hoe wendbaar zo'n zo groep toch weer ja. is. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Interessant hè, wat dat dan doet. Ik bedoel, ja, het is de, niet leuk dat het er is. Maar de, nee, de, maar het, het, ja. het, het brengt enorm veel vernieuwing met zich mee. Ja. En, uh, mensen die zeggen, van, ja, als het niet... Uh, want, want dan komt die zorgplicht ook weer om de hoek ja. kijken. Zo van, ja, als het niet op, uh, linksom kan, dan ja. ga ik het rechtsom gewoon ja. doen. Maar, dat is, maar, je hebt het over zorgplicht, maar het is volgens mij ook gewoon, ze willen zo graag. Ja, ze willen ja. graag. Ja. Dat de, zit er natuurlijk achter. Ja, de passie ja. voor het vak, vak is ja. heel erg groot. Ja. En, en, wat, uh, en wat ik ook altijd zie als ik met logopedisten praat, die vinden het vak allemaal heel erg leuk. Hè? Die gaan op de op de vakinhoud. Mm. En wat we nu ook als NVLF proberen om ook te kijken, joh, dat vak kan nog veel leuker worden als je ook sommige dingen net iets bedrijfsmatiger aan gaat mm. pakken. Ja. Hè? En, en, en daar proberen we nu ook aandacht voor te vragen, want ook in de opleiding worden ze opgeleid via een aantal rollen. En een mm. van die rollen is is ondernemer of aanpakgedrag. Hè? Ja. En, uh, en, en dat proberen we nu ook echt heel nadrukkelijk ook in de nascholing ook weer extra ja. waarde te geven. Ja, wordt er natuurlijk een klein beetje bij, ook bij dit soort vakken, dat je ook ja jezelf als ondernemer moet opstellen. Ja, ja botst soms een klein beetje met, uh, met uh, het zorgen. Ja. Ik wil zeggen het zorgelijke, maar dat is een verkeerd nee, woordje. Het zorgen. Maar ook daarin hebben jullie elkaar gevonden. Nou, ik, ik, ik hoor uh, bijna vioolmuziek op de achtergrond. Ja. Um, zijn er nog meer dingen waar jullie het nog willen over, hebben, over willen hebben? Nou, Wat, 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 wat ik wel heel leuk vind, wat nu eigenlijk helaas uh, dit jaar een beetje inschiet, dat zijn de stiksbijeenkomsten ja. die, uh, die we eigenlijk verleden jaar hebben gedaan op de hogescholen zelf. En dat hoop ik dat we dat volgend jaar, als de corona weer voorbij is, dat we dat ook weer kunnen doen. Want ja. dat, dat geeft zoveel extra binding ook. Want dan kan je ook studenten, kan je als van ouds bijhalen, want, want, want je bent in hun, uh, in hun huis. Ja. En uh, dat vond ik heel erg leuk. Okay. Ja. Dus dat daar hoop die... ik ook weer op dat dat weer kan volgend jaar. Dat ik volgend jaar leuk. Ja, het is de, de, de veelgehoorde klacht uh, van uh, werken vanuit huis is prima. Maar je mist echt de mensen en je mist de binding. En ja, het is toch een mensenvak. Ja, het is een ja. mensenvak. Ja. Dus je, ja, de Laat ja. me hopen dat het zo snel mogelijk weer uh, tot bijeenkomsten kan, kan Precies, leiden, zowel ja. op de opleiding als daarbuiten. Ja. ja, want ik merk ook dat dit gesprek, zo met z'n drietjes aan een tafel, op, op, gepaste, afstand, op gepaste afstand, dat afstand. dat, dat uh, lekkerder praat dan uh, ditzelfde gesprek via Zoom. Wat ja. ook had gekund. Ja. Uh, maar ik was in ieder geval blij dat jullie allebei naar woorden zijn gekomen. En uh, dank voor de uitnodiging om jullie te bevragen. En veel succes uh, in, in de samenwerking ja. uh, om het vak van logopedie nog mooier te maken. Dat gaat zeker, zeker lukken. lukken. Ja. <laughs> Zij <laughs> weer in <cool>. koor. <laughs> ja, dat ook. <laughs>